160 euro aan deze video en alles is gone. Hij vliegt! Hij vliegt! Hij vliegt! Hij vliegt! Wat doen hun? Ze maken hem kapot. Nee, jongens, hebben een flamingo! Nee. Ze willen gewoon die flamingo jatten. Onze flamingo is gestolen door een paar mensen tuig op een boot. Hey, jij daar. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Kortom. Vandaag met niemand minder dan... Allee! Wow! Wow. Het is weer woensdag. Wat betekent een nieuwe... Hashtag clickbait. En in deze hashtag clickbait weer een nieuwe internet hypes testen. En vandaag gaan we het hebben over waarom die klote hype op Instagram met die flamingo's die opblaasbaar zijn in het zwembad nou eigenlijk zo klote is. Super klote! Echt klote, ja. Oké, okay, deze resulteer ik in het plan. Wij vinden deze hype echt enorm niet leuk. Nee, echt niet. Nee. Flamingo's horen niet te zwemmen, flamingo's horen te vliegen. Oh. Sterf. Helium plus flamingo is... Vliegende flamingo! Nu dachten wij, nu gaan we even onze natuurkunde skills op de proef stellen. Wat we hebben gedaan, we hebben uitgerekend hoeveel helium we nodig hebben om deze flamingo te laten vliegen. Wat blijkt, als je hem voldoet met helium, vliegt hij niet op zichzelf. Dus hebben wij ook nog eens 150 ballonnen. Maar waar gaan wij die ballonnen mee vullen? 1538 liter helium. Mocht je afvragen hoeveel deze video mij kost, nou al 120 euro aan helium om mee te beginnen. En niet te vergeten... Flamingo! Yay! Alles voor jullie, abonneer dus ook zeker even op mijn kanaal, want mijn hart ligt bij jullie. En vergeet niet de video te liken alvast. Oh, het klinkt serieus goed. Dus wat we nu gaan doen, we gaan naar buiten en we gaan het gewoon doen. Yeah, let's go. Yeah, let's go! Camera, handwee, 3 tanks met helium. You can do this. Oh. Hey, maar ik ben ook wel benieuwd wat die Uber-chauffeur gaat denken, man. Even kijken. Hoe die meneer reageert op ons avontuurtje. Ik heb echt geen idee. Wij zijn het. Jullie zijn het. Ja, dat kan niet ontploffen hoor, maar we zijn een video aan het maken voor YouTube. Het is helium. We gaan namelijk een ballon oplaten. Ah, jullie gaan het. Jullie gaan wel mee. Ja, oké. Je dacht, ik ga alleen die helium meenemen. Let's get it. Op naar de Zuiderzee. Tikken. Hier allemaal plus helium achter in de Uber. Die mooi. Zeker. Oh, hoor dat dan. Hey, thanks man. Let's go, Hanwei. Wow. Oké, ik loop hier met mijn camera. Hanwei. Ik ga alles lopen. Wil je rijst? Ik wil rijst, heel graag. Nu. Wat is nou het raarste dier dat je ooit hebt gegeten, behalve hond en kat dan? Ja, duif denk ik. Dat heb ik ook wel zo. Bam! De zon schijnt, de zon gaat onder en wij gaan lekker. Wat gaan we doen? Ja, flamingo's opblazen. Ja, ja, ja. Yeah, 3 helium tanken, 1 flamingo. In mijn tas. 150 ballonnen. Vliegt hij al? Vliegt hij al? Bijna. Meer, 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 meer! Ah! Vliegt hij al? Yeah! We gaan ballonnen opvullen om hem alsnog te laten vliegen. Let's go! We gaan lekker! Hey, de eerste tank is leeg! Oké, jongens, de tweede tank is ook leeg. Hey Simon, wat denk je ervan? Ja, het ziet er leuk uit. Hey, ik heb hier nog 5 ballonnen liggen. Hey, kom je helpen, man. Help me. Me? Me. Wil je me? Oké, hand mee. We lopen zwoegen, kijk wat we hier hebben. Dit is niet normaal. Hij zweeft nog half. Ja, hij zweeft een beetje, maar ik weet dus niet of het gaat werken. Niet laten gaan, hè? Ik denk dat hij wel gaat vliegen. Let's go. Zullen we het samen oplaten? Oké, we hebben ook een drone, mensen. De drone gaat nu omhoog. Als hij maar niet in de ballonnen vliegt. 3, 2, 1. Oh, wacht. Ik ga het even onderbreken. Dit moment. We zijn nu op het punt de ballonnen op te laten, maar misschien moeten we een beetje commentaar geven. Wat denk jij? Ik denk het ook. Want wij weten al wat er gaat gebeuren, maar jij nog niet. Nee, juist niet, want dan wijs ik naar beneden. Ja, we wachten eerst dus op het perfecte moment, op de perfecte wind. En toen we dachten dat die kwam, het was ook eigenlijk perfect wind. Ja, kijk maar eens. Woe. Ja, nu. Ja?
Nee! Ja! 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 Vlieg! Maar toen die een klein stukje naar boven ging... ging hij weer naar beneden. Om vervolgens te belanden in het water. Kijk maar. Nee! 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 Nee, nee! Nee, hij gaat water. Nee, dat kan niet. Blijf wel drijven. Nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, nee, nee. Dit is zo droog. Maar weet je wat ik nog het gekke vond? Is dat er nou een soort van race ontstond. Hij ging zo met één stukje nog in het water. De rest uit het water ging zo. Het was best wel dik. Maar eigenlijk baalde ik van diep van binnen wel dat hij niet kaart aan het vliegen was. Maar toen kwam er weer een momentje. Welk moment? Dat hij weer ging vliegen. Oh ja, natuurlijk. Ja, maar best wel hoog. Toen bereikte hij eigenlijk zijn hoogtepunt. Ja. Oh kijk, hey! Simon! Hij vliegt! Hij vliegt! Ja! Sneekaart error. Oh. Oh fuck. Dus ik heb gewoon geen beelden. En toen dacht ik even van, zal hij nu een soort van warme luchtdruk oppakken of zo? Manier omgaan? Of, maar... Gewoon in een soort van trance. Dat je nu opeens bam de lucht in vliegt. Ja, ik dacht hij heeft gewoon een goede flow te pakken. Ja, daarna ging hij natuurlijk weer omlaag. Ja, omlaag. Ja. Hij vloog. Helaas. Om uiteindelijk te belanden in een van de steiger, komt er een boot aan met gewoon random ja, mensen. Ja, echt, dat was echt van, what the fuck? Hij hangt vast aan een soort van steiger. Zullen we kijken of we er naartoe kunnen gaan? Kijk hoe lang die brug is! Vraag die speedboot of die hem op kan halen. Hanne! Gaan ze gaan pakken! Gaan die mensen van die speedboot gaan hem pakken? Ja, pak hem! Ik ga een stuk! Pak hem! Beter proberen zij hem nog een keer op te laten. Ja, ik zei dan voor de grap, ze gaan sowieso die flamingo pakken. Maar ze gingen ook nog echt voor die flamingo. Ze gaan gewoon naar de keihard naar links, ja. Rijden er naartoe. Trekken aan die flamingo, de helft van die ballonnen raakt los. En vervolgens gaan ze gewoon wegvaren. Wat doen hun? Ze maken hem kapot. Nee, jongens, ze hebben een flamingo. Zo kun je niet zijn, ze hebben hem gesloopt. Nee. Ze willen gewoon die flamingo jatten. Ze stelen gewoon. Het is gewoon een stomme kut. Dus ze steken die ballonnen kapot. Ja, gewoon om mijn flamingo te jatten. Eigenlijk is diefstal, gewoon aangeven bij de politie. Ja, ik stond nog te roepen van, hey! Hij vaart eigenlijk nu gewoon weg. Waarschijnlijk hebben ze een verjaardag, ze denken van, oh, wij hebben een cadeau. Ja, je moet er wel snel vandoor. Zijn al die ballonnen? Dat is allemaal aan het knappen. Ja, dat is zonde. Onze helium. Zo kun je niet zijn. All around me are familiar faces. Million places. Worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere. Dat was het verhaal, maar even, hij had gewoon kunnen vliegen. Maar hoe grappig is het eigenlijk dat iemand gewoon onze flamingo heeft gejat met een echt, boot? De kans. Met een fucking boot. Precies wanneer die daar zit, komt er een boot langs. Onze flamingo is gestolen door een paar mensen tuig op een boot. Noem maar high five. Half gelukt. Nee, dit is echt. Normaal val ik altijd hier. €160 aan deze video en alles is gone. Alles is gestolen. Maar het belangrijkste is dat jij een beetje genoten hebt van deze video. En als het zo is, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg Hanwee. En laat vooral hieronder achter wat wij de volgende keer voor internet hype moeten testen. Of dat meneer Hanwee nog een keer terug moet komen. Jullie weten het zelf. Check zijn kanaal. Yo. Abonneer.